Goedemiddag, u kijkt naar het Weerginaal van weerplaza.nl. Het is bewolkt op veel plaatsen boven Nederland en het trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. En dat geldt dan vooral voor de dikkere bewolking over de oostelijke helft. Boven de Noordzee is de bewolking een stuk dunner, er zitten ook een aantal gaten in en daarmee krijgen we dan vanavond en vannacht te maken. Wat dus betekent dat het vanavond vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog gaat worden. In de oostelijke helft, dus af en toe nog een spat regen. Misschien uiteindelijk wel een enkele opklaring links en rechts in de loop van de avond. En de temperatuur ligt dan zo tussen 10 en 13 graden, met daarbij een meest matige zuidwestenwind. Vannacht wordt het dan geleidelijk aan op steeds meer plaatsen droog. Uiteindelijk is het overal droog en daalt het kwik naar zo'n 7 tot 12 graden. De wind neemt wat in kracht af en het aantal opklaringen neemt juist toe. Dat betekent dat we morgen ook de zon af en toe gaan zien. Met name in de westelijke en zuidelijke helft van het land komt de zon af en toe tevoorschijn, maar in het noorden kunnen in de loop van de middag wel een paar buien vallen. De temperaturen wel zacht voor de tijd van het jaar met 13 tot 15 graden. En daarbij, net als vandaag, een matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig met vooral op donderdag zon er afgewisseld met een aantal buien rond de 13 graden. Vrijdag is het dan op veel plaatsen droog, maar toch is een enkel buitje niet uitgesloten. Dan een graadje koeler met 11 tot 13 graden. En zaterdag dan wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regenen. En dan moeten we het gaan doen met 12 of 13 graden. De wind die blijft uit de Zuidwesthoek waaien, dus de aangevoerde lucht die blijft vrij mild. Maar de koude lucht, ja, die komt dan zondag binnen. Dan wordt het op veel plaatsen amper 10 graden. Na het weekend dan komt een hoger drukgebied dichterbij. Wordt het weer een stuk rustiger en zoals in de pluim ook te zien is dus wordt het verschil... Tussen dag en nacht wat groter. Wat betekent dat we een open weertype tegemoet gaan met eh, waarschijnlijk vrij frisse nachten, maar toch temperaturen rond of iets boven normaal overdag? En dat betekent ook dat we de zon af en toe gaan zien, maar of het helemaal droog wordt, dat is nog eventjes de vraag. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.